Schatkamer onder het Domplein voor het eerst te zien. En Hoerense winkeliers lokken klanten met gratis parkeren. Goedemiddag, welkom bij RTV Utrecht. De bodem onder het Domplein in Utrecht is voor oudheidkundigen een ware schatkamer. Archeologen doen het de ene na de andere spectaculaire vondst. En vandaag werd bekend dat er resten van een Romeinse weg zijn gevonden. Vooral bijzonder is ook dat we vandaag voor het eerst onder de grond kunnen kijken. En de gelukkige is verslaggever Dennis van Ommeren. En die komt nu vanuit de donkere krochten de trap oplopen. Dennis, jawel. Hoe spectaculair is het daar beneden? Ja, Rix, even over het snoertje heen lopen. Het is een heel gedoe over zo'n trap. 5 meter de grond in. Ja, spectaculair, zo kun je het wel noemen. Ik heb zelf niet heel veel verstand van archeologie. Als ik dan zelf de trap afga en rondkijk, zie ik vooral heel veel puin, stenen, water en modder. Maar als je dan het verhaal erachter hoort, dan is dat toch wel erg indrukwekkend. Want dan kom je tot de conclusie dat je maar liefst 2000 jaar terug de tijd ingaat. En al die verhalen daaromheen en wat je daarbij dan te zien krijgt als ze zeilen omhoog halen, dat is toch erg bijzonder. Wat is daar beneden te zien van die Romeinse weg? Ja, die Romeinse weg, dat hebben ze vandaag bekendgemaakt. Hè, dat ze dat hebben gevonden, vorige week al. Dus ze vieren vandaag eigenlijk dat ze die weg hebben gevonden. Maar dat ze ook het diepste punt hebben gehaald, 5 meter diepte. Ja, daar zijn ze heel erg trots op, hoor, op die weg. Er was natuurlijk al heel veel blootgelegd. Bijvoorbeeld oude pilaren, oude zuilen van de Dom uit heel veel jaren terug. En dat ze deze weg nog hebben gevonden, ja, dat is een extraatje. En zijn ze heel erg blij mee. Toen troffen we in dit stuk, wat eigenlijk nog niet eerder was opgegraven, een stuk verharding van de Romeinse weg aan. Dat is van dakpanscherven. En je moet je voorstellen dat dat hier 5 meter breed en ook hier onder dit grondpakket nog helemaal aanwezig is. Uniek voor Nederland, hebben we nergens anders. Dennis, er staat nu schutting rond het Domplein. Dan kun je een beetje doorheen gluren naar die opgravingen. Maar wanneer kan het grote publiek het nou echt allemaal gaan zien? Ja, het is wel even leuk om te zeggen. De initiatiefnemer die je net zag, die staat echt te glunderen als een kleine jongen in een snoepwinkel. Ze zijn ontzettend blij dat ze het kunnen laten zien vandaag aan de pers. Maar straks dus ook aan de mensen. En ik heb me laten vertellen, ze willen er nog niet heel veel over kwijt. Maar dat ze vanaf nu iedere maand iets groots willen onthullen. Er zijn natuurlijk al een heleboel dingen te zien. Maar ze hebben nog wat geheimen die hier onder de grond liggen. En vanaf nu, iedere maand willen ze dat laten zien. Tot aan 2 juni. Want dan moet het bezoekerscentrum wat hier moet komen, moet dan officieel geopend worden. Dus vanaf 12 januari komen er nog meer geheimen naar boven. En dan 2 juni de officiële opening. Nou, Dennis van Ommeren, jij duikt zo meteen het donkere gat weer in. Ik hoop dat we vanavond bij RTV Utrecht nog veel meer over die bijzondere opgraving onder het Damplein kunnen laten zien. De VVD in Utrecht is verontwaardigd over kosten die de gemeente heeft gemaakt voor de komst van een wietclub in de stad. Die club komt mogelijk in dit pand in de Voorstraat. Volgens de VVD heeft de gemeente eerder ontkend dat er wordt betaald voor de ontwikkeling van zo'n wietclub. Maar uit mailcontact zou blijken dat de gemeente de kosten van de Kamer van Koophandel en de notaris al op zich heeft genomen. Dat mogen ze rustig doen, hoor, als ze dat graag. Maar ze zeggen dan gewoon ook eerlijk, we maken een gemeentelijke wietclub. En dat wordt helemaal door de gemeente gesponsord. Maar ze zeggen altijd dat het een marktinitiatief is. En wij faciliteren alleen de markt. Dus ze moeten gewoon eerlijk en helder communiceren. En dat gebeurt hier niet. Het plan voor een wietclub in Utrecht is vanaf het begin omstreden. Vooral omdat de gemeente er alles aan doet om het plan voor elkaar te krijgen. Ook het Rijk is tegen zo'n plan. Gratis parkeren. Daarmee proberen winkeliers in Woerden deze maand meer winkelend publiek naar de stad te lokken. Iedereen die op zaterdag in de stad parkeert, hoeft niets in de parkeermeter te gooien. De Woerdense winkeliers hebben voor deze maand alles afgekocht bij de gemeente. Afgelopen zomer betaalden de winkeliers al de parkeergarage op koopavonden. En nou willen wij het centrum van Woerden, zeg maar, ook onderstrepen om gewoon echt gezellig te winkelen. Dus niet als boodschappen te doen, maar ook gewoon een stukje tijdsdrijf. We hebben in eerste instantie gekozen voor het weekend om te kijken van wat het gaat brengen. Ook in Veenendaal kan komende zaterdag gratis worden geparkeerd. Maar daar gaat het om een eenmalige actie. En moet voor minimaal €25 aan boodschappen worden gedaan. Een spectaculaire legeroefening in IJsselstein. Op de zendmast oefenen genie-militairen van de landmacht in het werken op grote hoogte. Als afsluiting dalen ze abseilend van de honderden meters hoge Gerbrandytoren. Donderdag oefent het leger bij de plofsluis in Nieuwegein in het benaderen van een doel over het water en in het opsporen van explosieven. Ze werken daarbij nauw samen met de politie. Utrechtse gemeenteraad houdt vanavond een inspraakavond over de toekomst van de prostitutie in de stad. Na het sluiten van de seksruimtes aan het Zandpad en de Harde Bollestraat
zijn er plannen voor nieuwe werkplekken aan de Einsteindreef. Meerdere exploitanten willen Utrecht weer als prostitutiestad op de kaart zetten. Maar er zijn ook tegenstanders. De raadsinformatieavond kunnen de belanghebbenden hun standpunt nogmaals duidelijk maken. Op de Utrechtse camping De Berenkuil is vandaag de eerste paal geslagen voor nieuwe vakantiehuisjes. Het park was de afgelopen jaren zwaar verwaarloosd, maar heeft sinds kort een nieuwe eigenaar. Op de plaatsen die nu worden aangelegd komen eerst de vaste gasten van de camping. Daarna wordt de rest van de camping aangepakt. Van alle Utrechtse studenten hebben studenten journalistiek en communicatie het meest losbandige seksleven. Ze zijn gemiddeld voor hun 17e ontmaagd en hebben al 3 verschillende partners gehad. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van Trajectum, het magazine van de Hogeschool Utrecht. Techniekstudenten zijn vrij onervaren en hebben met hooguit 1 partner het bed gedeeld. Utrechtse studenten waardeerden hun seksleven met gemiddeld een 7. Iets heel anders dan. De PvdA neemt maatregelen om te voorkomen dat leden die een officiële functie bekleden over de schreef gaan. Partijleden zijn voortaan verplicht een integriteitscode te tekenen voor ze aan hun functie beginnen. De afgelopen tijd waren er meerdere affaires binnen de partij. In Amersfoort verduisterde raadslid Smits Alvarez ruim 60.000 euro van de partij. In Utrecht stal oud-raadslid Van der Roest 10.000 euro's uit de kas van de dakloze krant, waar hij bestuurslid van was. Partijvoorzitter Hans Spekman uit Utrecht vindt vooral dat laatste erg pijnlijk. Omdat dat zeg maar van de dakloze krant is. En ik heb me als wethouder altijd erg ingezet in Utrecht voor de dak- en thuislozen. Dus dat vond ik gewoon buitengewoon pijnlijk. Van meet af aan was duidelijk dat Bert in geen enkele situatie volksvertegenwoordiger nog van de Partij van de Arbeid kon zijn of kon blijven. Dus als hij niet vrijwillig was teruggetreden, dan had ik hem moeten royeren. En had ik dat ook gedaan. Maar Van der Roest stapte dus op en in Amersfoort trad vorige week de hele PvdA-top af. Een integriteitscommissie gaat nu advies geven over wat te doen als leden de interne regels overtreden. Museum Vlehite in Amersfoort staat op instorten. Tenminste, als er niet snel iets gebeurt. De gevel van het historische gebouw dreigt te verzakken. En ook de kale muur heeft veel schade. De gemeente is daarom begonnen met noodherstelwerkzaamheden. De eerste prioriteit is nu om de eeuwenoude kale muur te repareren. Doordat die muur uitzet, komen er scheuren in de wanden van het museum zelf. De kademuur wordt nu gestut om verdere schade tegen te gaan. Nou, we gaan deze ijzeren balken die gaan we daar voor de gevel langs in het water drukken. Met behulp van de kraan. Om vervolgens weer een ronde ijzeren buis hier overheen te leggen. Om de spanning van die muur af te halen en op die muur op te bouwen. Het karwei moet over een paar maanden klaar zijn. De komende jaren laat de gemeente de hele kademuur onder Vlehite vernieuwen. Een bijzondere filmpremière gisteravond in Amersfoort. De schat van Lange Jan is gemaakt door kinderen, leidsters en de ouders van de buitenschoolse opvang Lange Jan. Niemand had voor die tijd echte ervaring en dat maakte het feest extra bijzonder. Hij is af. Geheime brief. Dit is een geheime brief die ik van mijn opa heb gekregen. Een echte première met rode loper voor de sterren en natuurlijk champagne. Voor de hoofdrolspelers is het dan ook een heel bijzondere dag. Ik vind het wel spannend dat de film wordt gedraaid en dat vind ik wel leuk. Nou, het was wel grappig. En ja, ik deed het eerst gewoon, het leek me wel leuk om, om in een film te spelen. Veel ervaring hebben de Amersfoortse sterren niet. Voor de meesten is dit de eerste keer op het witte doek. En ook de regisseur is geen routinier. Vakantiefilms. Dus het waren niet echt op de manier zoals we dat nu gedaan hebben. Het was meer wel experimenteel op vakantie, laten we zeggen, aparte shots maken. Maar niet zozeer een echte speelfilm. Nee, voor mij de eerste keer. In de avonturenfilm gaan 4 kinderen van de buitenschoolse opvang Amersfoort op zoek naar een schat in de Keistad. Maar er zijn kapers op de kust. En hoe dat afloopt, ja, dat moet u zelf maar gaan bekijken. Ja, en dat kan komende zaterdag, want dan is de schat van de Lange Jan nog een keer te zien. Krijgt van mij nog het weer. Ook vanmiddag is er veel zon. Het is lekker weer, het waait nauwelijks en het is ongeveer 7 graden. Tegen de avond daalt de temperatuur alweer snel. Er is nauwelijks bewolking, maar in de loop van de nacht ontstaan er wat mistbanken en het gaat licht vriezen. Dat was het voor nu. Vanaf 5 uur kunt u hier bij RTV Utrecht kijken naar de uitgebreide uur vandaag. Daarin onder meer de archeologische schatten die blootgelegd zijn over het Domplein in Utrecht. We wilden er graag meer van zien. Graag tot dan. Fijne dag nog.